En ja, Toes in Limburg, we zijn bezig aan de laatste serie, want het vakantieseizoen is ten einde. En dan is het natuurlijk een goed gebruik om even te evalueren en terug te kijken met Anja Nivira. Ze is directrice van de VVV Zuid-Limburg. Ja, de glimlach zal, dat symboliseert een tevreden seizoen? Of? Nou, toch niet. Ik probeer met mijn glimlach het seizoen wat op te beuken. Nee, we hebben een zwaar jaar gehad. De zomer heeft veel goed gemaakt, maar we zijn heel slecht van start gegaan. Je moet je voorstellen, met Pasen stonden de campings in de sneeuw. En daarna Hepi voor een deel verregend, Pinkster verregend. In het vroege voorjaar veel sneeuwweekenden door geen last minute hotelboekingen. Dus ik denk dat het een heel slechte start was. Maar ik heb de indruk dat juli en augustus voor sommige sectoren dingen goed hebben gemaakt. Met name voor de buitenhoreca, hotelsector. Campings bleef moeilijk, omdat toen het zo heel heet werd, zag je dat heel veel last minute boekingen naar de kust gingen. Zeeland heeft volgens mij het beste seizoen in eeuwen en dat mogen we ze voor een jaar gunnen. Maar volgend jaar toch niet. Ja. Ja. Toch al de tweede keer op een rij, misschien wel zelfs de derde keer, dat het weer toch een probleem is geweest. Hoe problematisch wordt het voor de ondernemers? Nou, we hebben vorig jaar toch nog goed gedraaid vanwege de grote evenementen. Daar is veel goed gemaakt daardoor. En wij moeten ons toch voor de komende jaren ook gaan bezinnen hoe we daarmee omgaan. Ook we zijn druk bezig op nieuwe markten. Hè? Duitsland, België. Kijken hoe we met speciaal op hun maat gesneden acties dingen kunnen doen. En laten we hopen dat 6 september wij culturele hoofdstad worden. Gebedjes. Want als dat is, dan, ja, dat is zo belangrijk. Als we dat worden, dan ziet de wereld er heel zonnig uit. Pak dat maar meteen eventjes op. Je hebt nog een paar nachten geslapen, dan wordt bekendgemaakt wie de Europese hoofdstad gaat worden. Als Maastricht wordt, is dat dan het goedmakertje van de afgelopen jaren? Nou, dan dan hebben we de streep naar de toekomst staan. Dan weten we gewoon dat we met z'n allen werken aan een grote profilering op het internationale toneel. Dat betekent dus dat je veel meer gasten, ook in de aanloop naar culturele hoofdstad, uit andere bestemmingen gaat krijgen. Omdat je dan als Maastricht, Euregio, Zuid-Limburg bekend wordt bij groepen en bij journalisten die je eerst niet zagen staan. Mm-hmm. En dat helpt ook om nieuwere gasten hier naartoe te halen die langer van tevoren boeken en niet zo letten op het weer. Voor dat soort dingen is culturele hoofdstad heel belangrijk. Ook om het imago van ons als perifere regio te veranderen in een regio die in het centrum van Europa ligt. Mm-hmm. Culturele hoofdstad is voor heel veel dingen, voor de economie, voor het aanzuigen van nieuwe inwoners, voor heel veel zaken is dat heel erg bepalend. Dus ik hoop echt dat we met z'n allen naar de basilieken en de kerken gaan om kersen op te steken. Dat we het worden. En er is ook keihard aan gewerkt. En als we het niet worden, denk ik, mogen we ons niks verwijten. Ik vind dat het team van Maastricht Culturele Hoofdstad, iedereen eromheen, er alles aan heeft gedaan. Ja, ik ben ook vol vertrouwen. Ja, en hier dat gaan we gewoon naar Pater Karel, daar hebben we in deze uitzending. Ja, iedereen is van alles over verteld. Komt goed. Toch eventjes kijken naar die economische kracht. De trendrapportage 2011 mogen we niet onderschatten. We gaan naar een 500 miljard dat het oplevert voor ons als provincie. Dit is dus economische top. Toerisme is een van de top-economieën in Limburg. En met 38.000 mensen die er direct in werken. En Ecoris, dus een onderzoeksbureau, heeft een keer berekend dat je daar nog eens 62% op moet doen aan indirecte werkgelegenheid. En wij groeien nog steeds. Er zijn ook hele ambitieuze, prachtige plannen. Bijvoorbeeld Nature Wonderworld in Brunsum. Een mega attractiepark als dat er komt. Dat kan ook zo'n attractie zijn die seizoensonafhankelijk heel veel nieuwe gasten naar ons toe brengt. Dus het is een sterke sector. Het is een groeiende sector. Als je ook ziet, Parkstad gaat heel hard. Heuveland ontwikkelt zich ook best wel positief. Dus wij mogen, wij staan er gewoon in Limburg. Dat merk je ook als je onderzoeken doet naar het imago van Limburg. Dan is toch altijd nummer 1, hebben mensen gedachten over onze sector. Dus wij vervullen daarmee ook een rol in het werven van nieuwe inwoners. Bij nieuwe bedrijven. Want bedrijven kijken toch steeds meer van, is dat gebied waar wij ons willen bevestigen, is dat aantrekkelijk? Is het ook leuk om daar te wonen? En bijvoorbeeld net als de Toscane. In de Toscane denk je, daar zou ik wel eens willen wonen. Nou, dat beeld krijgt Limburg ook steeds meer door zijn sterke en goed geprofileerde toeristische sector. Ja, je begon natuurlijk te zeggen dat het weer wat goed in het eten heeft gegooid. Is dat niet belangrijk dat we steeds meer
meer onafhankelijke attracties krijgen. Ja, nou dat is dus ook waarom zaken zoals culturele hoofdstad zo belangrijk zijn. Hè? Want die evenementen die daaromheen georganiseerd worden, de infrastructuur die daarom ontwikkeld wordt, die is niet weersafhankelijk. En hetzelfde geldt voor zo'n megabedrijf, zo'n mega-attractie als Nature Wonderworld. Dat is ook niet afhankelijk echt van het weer. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Port Aventura bij Salau, is een vergelijkbaar bedrijf, dat draait het hele jaar door. Mm-hmm. Dus dat wordt ook nu, vind ik, vanuit provincie, gemeentes heel sterk gekeken van wat is nu weersonafhankelijk en hoe kunnen we op een jaar door, hè, als je kijkt naar de investeringen die gedaan zijn, ook hier in Sittard, in bijvoorbeeld Winterdroom, de kerstseizoen, daar hebben we toch inmiddels meer overnachting in december dan in juli van. Hè. Dus we hebben als Limburg best wijs gekeken van nou, welke koers zetten we in? Daarom staan we ook zo sterk. Maar het blijft gewoon een feit dat je heel veel mensen hebt die komen voor te wandelen, te fietsen, wat leuks doen. En als het dan sneeuwt op de autosnelweg, dan blijven ze allemaal thuis. En wat het tegenwoordig is met booking.nl, hè, je kunt tot vrijdag kijken of je op zaterdag gaat. De last minute mensen. De last minute mensen. En die verlies je als je zo'n waardeloos weer hebt. En de hele campingsector, ja, met alle respect, dan kun je zoals wij nu doen campagne maken totdat je erbij neervalt. Maar als het met Pasen sneeuwt, dan gaat niemand kamperen. Zo simpel is het. Goed, een beetje dan somber over de resultaten dit jaar, maar positief over de toekomst. Ja, heel positief. Ja, ook wellicht nog over dit jaar hoor, want we hebben nog een van de grootste seizoenen te komen en dat is het najaar. We hebben als Zuid-Limburg altijd een heel sterk, en ook als Limburg sterk najaar. Ja, toerisme kan ons ieder jaar weer verrassen op basis van de cijfers. Jij verrast ons ook dit keer, want je gaat een hele andere carrière misschien volgen door het schrijven van een boek. Oh, ja, dat klopt. Ja. Maar ik heb, een mens heeft meerdere kanten. Ja, dat is duidelijk. Ja, en ik dans graag op meerdere bruiloften. En, ja, een van die bruiloften is mijn creatieve kant. Ik schilder ook. En een paar jaar geleden is het idee opgekomen om een thriller te schrijven. Heel spontaan, toen ik een keer in Frankrijk was. En dan werk je eerst in een plot. En op een bepaald moment begint die aandrang te groeien. En en opeens is het er. En dan ontmoet je ook nog per toeval een uitgever. En die zegt, dit is helemaal fantastisch, ik wil je uitgeven. Kunnen we zaken doen? Ja. En opeens zit je, is wel heel raar, zit je in zo'n trein. En die gaat dan in een bepaalde richting. Heel apart. Heel mooi, ook om die nieuwe wereld te verkennen. Kunnen we voorstellen aan de directrice van de VVV Zuid-Limburg iets van Zuid-Limburg in dat boek zet? Nee, het is voor 100% gesitueerd in de Pyrenee-Oriental. Dat is een departement in Zuid-Frankrijk, in de Languedoc-Roussillon. En wellicht is het ook een vorm van ontvluchten van Zuid-Limburg. Want als ik aan Zuid-Limburg... Je kunt er niet 24 uur per dag mee bezig zijn. Als ik aan Zuid-Limburg denk, dan denk ik langzaam zeker toch wel aan werk. Want op iedere hoek waar ik kom, zie ik wel wat. En dan denk ik, ah, dat moet aangepast worden. Zo moeten we iets anders doen. Dus als ik dan ook nog een boek ga schrijven over Zuid-Limburg, dan nee. Maar ja, het was heel leuk om te doen. En het is ook, vind ik, heel leerzaam om in een andere wereld te zitten. De uitgeverswereld, de boekenwereld. Hè? Daar zit je nu middenin. En ik vind dat heel, heel apart. Een nieuwe boeiende wereld gaat voor je open. Het boek Vrij Uitzicht, wanneer komt het op de markt? Ja, het komt eind oktober wordt het gelanceerd. We moeten nog de datum en de locatie bepalen. Ja, dan gaan we alles horen hier bij TV Limburg. Ja. Goed, dan toch even terug naar dat toerisme. Ja. We hebben een actie lopen, een heel belangrijke actie, namelijk het leukste dorp van Limburg. Ja. Is het belangrijk dat we dit soort acties blijven houden? Ja, heel belangrijk, want onze inwoners zijn niet alleen grote toeristen, die geven heel veel uit. Ik geloof 40% van onze omzet komt ook van de bevolking. Maar onze inwoners zijn ook onze grootste ambassadeurs. Limburg is ook groot als toeristische destinatie, omdat onze bevolking ook zo goed omgaat met het hele fenomeen. En het creëert ook een trots en een bewustzijn over de plaats waar je woont. Als jij woont in het leukste dorp of kandidaat bent voor het leukste dorp of kijkt of je het leukste dorp kunt worden, dan ga je ook kijken naar de minder leuke plekken en kun je die niet opleuken of opsieren met bloemenplanten. Dan ga je ook bewust worden wat je in de toekomst met dat dorp wil doen, hoe je het wil behouden, conserveren. Het draagt heel erg bij aan een bewustzijn over waar woon ik, waar leef ik en wat wil ik in de toekomst met mijn plek. En ik vind dat heel belangrijk. Blijft natuurlijk één vraag altijd bovenop staan. Wat wordt dan weer dat leukste dorp van Limburg? Binnenkort het antwoord, maar het is even tijd dat we u bij gaan praten.